En Petra is met de palen bezig. Even een mooie laag. Die ziet er weer prima uit. Er is ook wel wat gebeurd, jongens. Kijk hoe mooi, jongens. Het was het wandelingetje naar boven wel even waard. Today and not tomorrow. Goedemorgen, welkom weer op onze nieuwe vlog. En sorry dat die vorige zo abrupt geëindigd werd. Maar dat kwam omdat we eigenlijk te laat merkten dat die al zo lang geworden was. Maar goed, kijk eens even. Nou, je zag het al, we hebben fantastisch weer. Goedemorgen. En Petra is met de palen bezig. En dat wil zeggen dat we goed nieuws hebben, denk ik. Want in de vorige video hadden we het erover dat het ging afbladderen. En dat we, dan kom ik nog even een beetje hier naartoe, dat we lekkage hadden, kan je het zien? Ja, geloof het wel, hè? Onder de kap. Nou, het verfwerk zit er inmiddels strak op. En jullie kwamen met allerlei tips wat het zou kunnen zijn. En daar zijn we ook hartstikke blij mee, want jongens, we lezen alles. We kunnen ook nog wel antwoorden geven op alles. Dus dat doen we dan ook. Maar het bleek achteraf gewoon een foutje te zijn. Want Petra had alles afgenomen met bleekwater in plaats van met ammonia. En ja, daar kun je verfwerk gewoon niet mee schoonmaken. Dus alles opnieuw gedaan, gescheurd, afgenomen met ammonia. En nu zit het er strak op. En zelfs het plafond, je ziet het, is weer strak. Helemaal top. En ik heb deze kant dit allemaal losgetrokken. En grof geschuurd. We laten dit heel even drogen. Want je hebt vorige vlog kunnen zien dat ik denk dat we de lekkage hebben gevonden. Nou, het is nou ook echt niet meer nat geweest. Maar we laten het even nog een paar dagen drogen. En dan misschien de laatste dag dat we er even een grondlaagje op zetten en een aflaklaagje, maar dat zien we wel. En inmiddels staat de kast ook in een mooie laag grondverf. Zijn de gaatjes netjes gedicht. En hoop probeer ik die vandaag nog een keer te schilderen. Dus alles we hebben weer. Komt goed. Alles komt gewoon goed. Dus we hebben weer werk genoeg. We gaan nog eventjes een paar dagen klussen. Vanmiddag gaan we even gezellig wat drinken bij vrienden hier. En we zijn van plan om morgen nog even een mooie fietsroute te maken. En ik heb het wel eens over andere weersomstandigheden dan in Nederland. Want ik krijg, en dat heb ik vorige keer al gezegd, heel vaak heel goed bedoelde tips. Maar de omstandigheden zijn hier zo anders. En neem nou bijvoorbeeld deze deur. Daar kan geen regen bij. Uiteraard wel condensvocht en zo. Maar kijk wat daarmee gebeurd is. Die is echt helemaal gekrompen. En gaan trekken. Ondanks dat die voorzien is van van twee lagen verf. Kijk en daar ook nog. Dus ik heb dat netjes afgestoken. Met een... Met een plamuurmesje even de scherpe randjes. Toen netjes afgeschuurd. En nou zet ik het in een. Nou zet ik die stukjes in een laagje grondverf. Laat ik het drogen. En dan doe ik het heel klein beetje plamuur en dan gewoon schilder. En datzelfde geldt trouwens voor die palen. We hadden al ingecalculeerd hoor dat dit zou bladderen. En dat hier de verf af zou gaan. Maar we hebben nu een Spaanse primer. Ja, we hebben nu een Spaanse primer, maar dat wilde ik niet zeggen. Maar dat is logisch, want de palen zijn namelijk geïmpregneerd. En daar kun je niet zomaar met gewone verf overheen. En dat hadden wij wel gedaan voor het zicht. En het positieve daaraan is dat, dat je met een beetje grof schuurpapier die palen zo weer mooi kaal maakt. En wat Petra al zei,
Ze is nu bezig met een hele goede primer. We hebben daar echt goed naar geïnformeerd. Peter heeft daar echt heel erg goed naar geïnformeerd. En die zetten we daar overheen. En misschien hebben we nog wel tijd voor vrijdag. Om die boel ook een keer af te lakken. En dan zit alles weer netjes in de verf. Nou, inmiddels mijn shirtberf uitgedaan, want het is buiten echt heel, heel warm. En ga ik even de vaat doen. Ja, en dat water trouwens, die waterhuishouding. Kijk, jullie zien ons regelmatig, ik zet hem even uit, regelmatig sjouwen met die flessen. Kijk, deze dus. En daar hebben we een pompje op, zodat we kunnen pompen voor een glas water. Want we kunnen het water hier niet drinken. En dan neem ik je even weer mee naar buiten. Want we zitten hier namelijk niet aangesloten op de waterleiding. En je hebt dat al meermalen gezien. Daarboven staat dat die Indola. En die staat eigenlijk boven op een hele grote betonnen watercontainer. En daar komt een aantal keer per week de waterwagen om dat bij te vullen. En daarom moet het water een beetje sterker gechloreerd worden, volgens de Spaanse wetgeving ook. En kunnen we het drinken, want het is een soort van bacteriënvrij, maar omdat het er wat meer chlor in zit, is het gewoon verstandig om dat niet te doen. Dus kopen wij gewoon water. En dan neem ik je even mee achter de caravan langs. Kijk jongens, dat onkruid kom ik echt niet toe. Al het water wat wij gebruiken in de caravan, dat vangen we op nog steeds. Gewoon in een waterbak. En we gebruiken minimaal aan wasmiddelen. En we zijn aan het kijken voor zelfs helemaal biologische spullen allemaal. Maar dat is hier in Spanje lastig te krijgen. Maar al dat water dat gaat gewoon over de planten. Want er is hier een enorme droogte. En ja, beter water met wat afwasmiddel en etensresten erin, zeg maar, over de planten, dan helemaal niks. Ja, en dat is de reden dat de vegetatie hier op de camping gewoon fantastisch is. Als je de omgeving ziet, is het allemaal echt een stuk droger. Maar we gebruiken allemaal het afwaswater en al het water wat er gebruikt wordt, dat gaat gewoon over de planten. En ook dat is weer een onderdeel van de totaal andere omstandigheden hier dan in Nederland. Nou, ik ga aan de afwas, wat ik straf krijg van Petra. En je ziet ons dadelijk. Nou, weer netjes schoon toch. Even koffie gezet. Even een bakje doen. Doe maar even dicht, want ik raak een beetje snel. Petra is weer aan het schuren met de volgende paal, dus die heeft de vaart erin. Dus ze neemt uiteraard ook even die latten mee en zo. En dan ziet het er weer netjes uit. Weet je jongens, scheuren in die palen vinden wij helemaal niet erg. Want dat geeft gewoon ook een beetje de leuke authentieke look. Inmiddels heb ik de hele deur de kale plekken in de grondverf gezet. En dat stond alweer een tijdje te drogen. En een beetje geplumeerd. Dus die laat ik lekker drogen. Even mijn bakkie. En straks weer verder. En kijk dan jongens. Oh ja, ik ga het je nog toch even laten zien. 25,6 graden in de schaduw. Niet normaal toch? Maar goed, over een paar dagen trekken wij ook weer naar heel Nederland. En zitten we ook weer in de regen en de kou. Dus ik hoop dat het daar ook weer gauw opknapt. Je moet gewoon weer werken. Ik weet het nog niet. Nou jongens, inmiddels eind van de middag. Dus wij gaan ermee stoppen. We hebben ons omgekleed. Gaan we straks even bij vrienden borrelen. En Petra heeft alle palen geschilderd. Ziet er weer prima uit. En je ziet die kast naar voren staan. Ik heb de kast aan de aan de zijkant en het bovenblad even één keer gedaan. En dan wil ik hem proberen om morgen of overmorgen nog eventjes helemaal een keer te doen. En dan moet hij er tegen kunnen. En kijk jongens, al mijn werk met het
eruit halen van het onkruid heeft zijn vruchten afgeworpen. Want nu komen er af en toe wat groene scheutjes weer omhoog. En die ga ik er gewoon even uittrekken. Want dat hou je toch niet tegen. Maar we zitten hier, kijk eens, hoppakee. Maar we zitten hier 2 maanden nu. En al die tijd helemaal geen onkruid meer gezien. Dus laat mij dan iedere week of iedere keer als we hier komen maar gewoon een klein beetje onkruid wieden. En jongens, we gaan vandaag afsluiten. Morgen zien jullie ons verder. Goedemorgen weer. We zijn dan 2 dagen verder. En we hebben gisteren niet gefietst. We hebben besloten om toch nog maar even wat te klussen. En kijk, ik heb de verf, of de deur geverfd. Even een mooie laag. Die ziet er weer prima uit. Nou, de palen en de boeiborden hadden jullie gezien. Die heeft Petra inmiddels nog voorzien van een aflaklaagje. Mat. En kijk hier onder de kap. Even een basislaagje. En dat ziet er ook weer prima uit. Op wat vlekjes na, maar goed, dat heeft nog niet gedekt. Je ziet de kast naar voren staan en de apparaat een beetje naar achter. Ik heb de binnenkant even geverfd gisteren. En nu ga ik zo meteen de hele kast nog 1 laag geven. Het is de laatste volledige dag. En morgenochtend vertrekken we weer naar huis. En jullie begrijpen best, denk ik, dat we daar geen zin in hebben. Maar goed, het is niet anders. We klagen niet. Het is een soort van luxe probleem natuurlijk. Zometeen gaan we de verjaardagen vieren van 3 mensen, waaronder Petra, want die is over een paar dagen jarig. Gewoon gezellig bij de kantine en dan een aantal mensen, maar eigenlijk bijna iedereen van de camping. Ze hebben iedereen uitgenodigd. En voor die tijd ga ik nog even die kast doen. En dan gaan we de boel opruimen en alvast wat spulletjes in de auto laden. En dan gaan we terug richting Nederland. Goedemorgen jongens. Het is vrijdag en het is een stuk donkerder dan dat jullie nu zien. Helaas, we moeten vertrekken. Als je goed kijkt zie je nog wat sterren. Alles is nog stil. Alleen hier wordt gewerkt. Alles is gewoon. Alleen het water er nog even afhalen. En kijk, daar is Peter al mee bezig. Onder het bed. Nou zie je meteen waar wij onze voorraad bewaren. Nou even naar de tank. Dop eraf. En dan. Hier zit daaronder zit een afdekdop. En die draai ik een klein beetje open. Stroomt het water eruit. Heel leuk, ik ben op een toilet zo. Maar is het niet. Dan gaat die er gewoon los op. Zo, en dan kunnen de kussens er weer in. Ziet het er allemaal toch weer een beetje netjes uit. Altijd een fijn moment, maar niet heus. Jongens, we gaan rijden. En we zien wel. Nou, goedemorgen. We zijn op weg. Helaas, 2 maanden is toch weer te kort. Maar we hebben gisteren een heerlijk afscheidsfeest gehad. Ik ben binnenkort jarig en 2 anderen op de camping ook. En dat hebben we gisteren met z'n drieën gevierd. We werden met z'n drieën 200. En dat was echt een geweldig feestje. En doei lieve vriendjes. Bedankt allemaal. We zien jullie snel.
We staan helemaal vast, jongens. Wat een drama. En we staan helemaal vast, jongens. Ongeveer, ik schat, een kilometer of 30, 40 voor de grensovergang met Frankrijk. En door alle stakingen daar hebben ze de grens geblokkeerd. We zitten ongeveer op 4,5 kilometer voor de afslag Figueres. Maar ja, we staan helemaal op de linkerbaan, dus we kunnen er ook niet af. Dus hoe lang gaat het duren? Geen idee. We hebben gelukkig nog brood en water. En het is warm in de auto. We zien het wel. Oh jongens, er gebeurt wat. Er gebeurt wat. We gaan rijden. Oeh, ja, dan gaan we naar de rechterbaan. Kijk. Het is gelukt om in ieder geval weer op de rechterbaan te komen. We gaan weer een stukje, jongens. Misschien halen we de afrit. Die is over 3,5 kilometer. We denken dat de vrachtwagens op de vluchtstrook gewoon in de rij staan om een parkeerplaats op te gaan. Want ja, waar moet je anders heen? Oh, er is ook wel wat gebeurd, jongens. Oh, die mannen staan daar een band te verwisselen. Wat een ellende. Zou je maar gebeuren in deze situatie. We zijn ondertussen zo'n 4 à 5 uur verder. En we zijn denk een kilometer of 6 opgeschoten. En ja, we gaan echt allemaal van 3 banen nu nog maar naar 1 baan. En er komt dus zo een afslag aan. En dan hoop ik dat we die kunnen nemen. En dat we dan binnendoor verder kunnen. Na 800 meter, neem op de rotonde de eerste afslag naar NII richting Perpignan. 800 meter, daar doen we ongeveer een uurtje over. Het is echt chaos, mensen. Overal staan vrachtwagens. Die zijn gewoon gaan slapen. Op de vluchtstrook. Aan de kant van de weg. We zijn er door. We zijn er gewoon door. Even kijken. We weten niet voor hoe lang, hè? Ik denk dat dit een prachtige weg is. Jammer dat het donker is. Maar zoveel haarspeldbochten. File, jongens. Aan de andere kant is weer allemaal file. En blij dat wij nu even de goede kant op gaan. Wauw, wij moeten nog 3,5 kilometer. Maar ja, vanmiddag hebben we ook 5 uur gedaan over 5 kilometer. Dus ik hoop dat het goed blijft gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben heerlijk geslapen vannacht. Jij ook? Ja, ondanks dat ik eerst al even een beetje last had. Ja. Goed geslapen. En nu gaan we maar ontbijten. We ontbijten nooit, maar nu gaan we het maar doen. Want we hebben geen idee wanneer we weer iets krijgen. Kijk, daar is de tv en daar is het buffet. Van alles over het boerenprotest. En we gaan zo het is nog niet afgelopen. Nee, we gaan zo even een supermarkt opzoeken. Dan gaan we maar een beetje eten, drinken halen voor in de auto. En dan gaan we het toch maar proberen om via N-wegen en dergelijke van dichter bij Nederland te komen. Jullie gaan het zien. Dus tot straks misschien. We gaan het laten zien. We gaan de goede kant op volgens mij. Want het is nog steeds ellende op de weg zoals jullie zien.
Nou, we zijn op weg. We zitten al een kwartiertje of zo, hè, onderweg. Maar het is nog steeds chaos. Nou, ik zie daar weer blauwe zwaailichten. We dus rustig gaan naar Nederland. Ja, we zijn nog steeds niet chagrijnig. Ik zie het ook maar als één groot avontuur. We hebben ook nog wel een paar dagen tijd om thuis te komen. We kunnen wel alvast wennen aan onze camperreizen, jongens. Want we gaan helemaal binnendoor. Maar die dorpjes, die zijn echt geweldig waar we doorheen komen. Het is echt hartstikke leuk. Dit is toch gewoon te bizar om mee te maken. Al die grote vrachtwagens door die ine mini kleine dorpjes, de straatjes. Men, men, men. Nou, we gaan even naar de Aldi. Om even op slot doen. En je zag het al, overal is... staan vrachtauto's langs de weg. De jongens, die hebben overal geslapen. Man, man. Goed, was vanmorgen ook al op de tv in Frankrijk. Dus we gaan onze weg wel zien. Nou, tasje vol met wat eten, broodjes. Flessen water, verse broodjes. Dus we gaan gewoon op stap en we gaan het wel zien, jongens. Volle tank. Als het klopt wat onze navigatie zegt, dan kunnen we nu zo'n 230 kilometer doorrijden op deze snelweg. Nou, je ziet het, aan de overkant is het nog niet zo'n feest. Maar bij ons gaat het tot nu toe lekker, dus wie weet. Dit is zo prachtig hier. Ah, jongens, het is hier zo geweldig mooi. We gaan even kijken bij de Milo. Brug. Ik werd even afgeleid. Het lijkt de wandeling wel die we gedaan hebben. In de wolken. Dit is toch een cadeautje op deze mooie dag. Geweldig, hè? Ja, we hebben in de vorige vlog hebben we het al gehad over... met je hoofd in de wolken. Nou, we zijn nu boven de wolken. En kijk dan, jongens. Een mooier plaatje krijg je toch niet. Dus het viaduct van Milo, zeggen wij in Nederland, maar Miau. Het hele dal ligt in de wolken. De brug torent er bovenuit. Kijk hoe mooi, jongens. Het was het wandelingetje naar boven wel even waard. Misschien komen we hierdoor wel weer in een file, maar dat zien we dan wel weer. Ja, je zou hier zo weer willen blijven. Maar we gaan weer terug naar de auto. Want we moeten toch weer richting Nederland. Nou, Petra heeft ook al gevlogd, dus ik ga die beelden combineren, maar... ik weet niet of ze dit al gezegd hebben, maar we maken eigenlijk van de nood een deugd. En ja, we gaan er maar van genieten. En
Ja, we kunnen boos zijn. Ik weet helemaal niet de achtergronden wat er speelt precies bij die boeren. Maar goed. Ik ben helemaal niet boos. Nee. Ze geven ons prachtige cadeautjes. Ja, als je het zo bekijkt, hebben we dankzij hun al heel wat avonturen beleefd, jongens. Nou, even de koffie opdrinken en dan gaan we gewoon weer verder en we zien het wel. We zijn weer op weg en voorlopig hebben we de komende 120 kilometer geen problemen volgens de navigatie. Dus het schiet best op. Ja, we gaan nu tolpoortjes in. Nou, de tolbadge doet het ook nog steeds, dus we gaan weer. Dit is toch prachtig. Ja, geen files jongens, maar hier wel weer een wegafsluiting. Omdat verderop de wegen afgezet zijn. Dus vanaf hier... Daar zullen we wel weer binnendoor gaan rijden, denk ik. Neem de afslag en ga dan linksaf naar D250 richting Aurillac. Oh, kijk dan jongens. Het begint weer. Bij het stopbord ga linksaf naar D250 richting Aurillac. We zien jullie die blauwe lucht. Die is er ook gewoon de hele tijd blij bij. Zouden dit de boeren zijn die daar aan het protesteren zijn? Ja. Denk het wel, hè? Tuurlijk zijn dat. Ja. Eigenlijk is dit veel leuker rijden dan op die tolweg. Neem op de rotonde de je ziet hier nog eens wat. Naar D909. Duurt wat langer, maar ach. Ja, ik blijf hier filmen, jongens. Het is zo mooi en zo leuk. Na 1 kilometer neem op de rotonde de eerste afslag naar D9. Ah, oh, kijk toch hoe mooi. Dit is toch geweldig. Gedurende 91 kilometer ga rechtdoor. Neem op de rotonde de eerste afslag naar Rue Élysée Reclus richting Le Brézet. En weer een afslag. Het zou best weer een wegafzetting neem kunnen zijn. Onder de eerste afslag naar Rue Élysée. We gaan eens even kijken. Richting de Brézet. Nou, geen. In te voegen op de A79. Geen boze boeren hier op dit moment, maar dan denk ik dat de weg een stuk verder is afgezet. Tunnel van Parijs. Een van de tunnels bij Parijs. We zijn bijna door de drukte heen. Het heeft even geduurd jongens, voordat deze video online kwam. Maar goed, ik moest weer werken. En er zijn ook nog wat andere dingen geweest. Want ja, wij gingen overnachten bij onze dochter. Omdat we natuurlijk de volgende dag die caravan in Zuidland
moesten gaan neerzetten. En nou, wij waren er 's morgens vroeg uit. En toen kregen we het bericht dat die caravan helemaal niet neergezet kon worden. Want de stalling is in de winter gesloten van zaterdag tot en met maandag. Dus wij zijn weer teruggegaan naar onze dochter en hebben daar dus 3 nachten overnacht in totaal. Dus die caravan die kon niet eerder neergezet worden dan op dinsdag. En ik moest op donderdag alweer beginnen met werken. Dus dat waren even wat dingetjes die er tussendoor kwamen. Ik ben nu met het laatste stukje bezig en ik probeer hem vanmiddag online te hebben. Dus jongens, helemaal gaat best goed komen, denk ik. Dan sluit ik bij deze ook meteen de vlog af. Jullie zullen waarschijnlijk een kleine stilte hebben bij ons. Want ja, we hebben niks te vloggen. Dus voor jullie vooral ook belangrijk om als je geabonneerd bent en om dat belletje ook aan te zetten. Want dan krijg je vanzelf bericht als we weer wat online zetten. Dus ik zeg jongens, tot de volgende. Oh, wacht even, laat ik niet vergeten. Van de camper weten we nog niet verder niks dan dat die geproduceerd gaat worden op 10 maart. Maar dat hadden we al verteld, dus daar weten we ook niks. Daar krijg ik best wel vaak vragen over. Dus ik zou zeggen jongens, tot de volgende. Today, not tomorrow.